Namens de Comhoc wil ik graag Certum van harte feliciteren. 10-jarig jubileum. Geweldig. Wij zijn erg trots. Certum is voortgekomen uit de Comhoc. Comhoc bestaat inmiddels 25 jaar ook dit jaar. We hebben twee organisaties die daaruit voortgekomen zijn. SCEF en Certum. Nu op dit feest, vandaag, willen we het jubileum van Certum vieren. Comhoc is zelf een netwerkorganisatie geworden. En om dat te benadrukken, bieden wij u vanmiddag hier aan het eind van de dag de netwerkborrel aan. Om de feestvreugde te verhogen. Als we kijken naar het landschap waarin die onderhoudsdeskundige zich in 2020 begeeft, dan kunnen we vaststellen dat we op dit moment een hele lage bouwproductie hebben. En ook de komende 5 jaar zien wij vanuit de Comhoc, Comhoc-leden, nog weinig echt nieuwbouwproductie tot stand komen. We hebben verkeerd gebouwd in het verleden. We hebben heel veel kantoren gebouwd. We hebben heel veel winkels gebouwd die we niet nodig hebben. En die zullen herbestemd moeten worden. Nu op dit moment zit iedereen nog op zijn handen. Beleggers doen dat nog niet, maar in het jaar 2020 zal dat best wel zijn vorm krijgen. En dan komt er een grote productie in op gang naar herbestemming van het bestaande vastgoed en de optimalisering daarvan. En dat betekent dat er integrale aanpak voor nodig is. We hebben mensen nodig die dat integraal kunnen doen. Die onderhoudsdeskundigen zouden daar een uitstekende rol in kunnen vervullen. Als we dan kijken naar de techniek die we daarvoor ter beschikking hebben, de inspectietechnieken bijvoorbeeld, dan zie ik de inspectiedrones in toenemende mate gebruikt worden. We zien bijvoorbeeld ook dat je met een soort Google-bril rond kunt lopen, gekoppeld aan BIM-informatie, 3D-tekeningen op je netvlies. Dus dat zijn de technologische ontwikkelingen waar we met z'n allen naar moeten werken om dat heel efficiënt te kunnen doen in het jaar 2020. Nou, als je dan kijkt naar de competenties die onderhoudsdeskundige daarvoor nodig heeft, dan zien wij dus in die onderhoudsdeskundige een allrounder. Ik noem hem zelf nog wel eens de beheertechnisch huisarts. Iemand die overal verstand van heeft, het hele proces kan aansturen, regievoerder is. En op het juiste moment ook weet van, hey, nu moet ik er een specialist bij halen, want dit gaat me even boven mijn pet. Communicatievaardigheden, net zo belangrijk. Begrijp ik de opdrachtgever goed? Heb ik zijn problemen begrepen? Nou, die toegenomen complexiteit die vergt en die vraagt gewoon een stevig hbo-niveau. Hbo, werk- en denkniveau om dit allemaal op de juiste manier te kunnen managen. De trends die doorzetten. De crisis is echt voorbij in 2020. Dan zijn we echt weer met z'n allen flink aan het werk. En ik verwacht, wij verwachten vanuit de Comhoc, dat er een arbeidstekort gaat ontstaan. Ketensamenwerking zien we echt doorgaan. De rol daarbij van de onderhoudsdeskundige zien we als regievoerder en controleur van de uitgevoerde werkzaamheden. Lifecycle-kostbenaderingen in plaats van investeringsgericht werken, exploitatiegericht nadenken over de voorzieningen die we moeten treffen in het bestaande vastgoed. Behoeften en methodieken in 2020. We hebben behoefte aan een onafhankelijke onderhoudsdeskundige die de belangenbehartiger is van de opdrachtgever. Methodieken die we daarvoor gebruiken, zoals de NEN 2767, die zijn uitsluitend bedoeld om alleen maar het verhaal goed te kunnen vertellen, goed te kunnen uitleggen en niet een doel op zichzelf. Heb je de juiste papieren, laat je dan registreren in het register van Certum, zodat iedereen kan zien over welke competenties jij beschikt. Zo kan die opdrachtgever jou ook heel snel vinden. Kan iedereen zien dat je de juiste deskundigheid hebt, dat je de competenties hebt en zo zal Certum ook zijn rol op de juiste manier kunnen invullen in het jaar 2020.